Feyenoord staat zevende en wil in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen het blazoen een beetje oppoetsen. Het wist pas één keer te winnen deze competitie, maar het komt al gauw in de problemen. Geklungel in de defensie en de eerste kans van de wedstrijd is voor PEC Zwolle. De wedstrijd komt langzaam op gang. Dit is een goede uithaal. En dan een hele grote kans voor Feyenoord om de score te openen. Dit is weer Feyenoord. En nog een hele grote kans. Sabrine Elouzi, hun nummer 10 zonder doelpunten. Dit hele seizoen nog niet gescoord. Feyenoord komt wel op voorsprong. Het is Esmee de Graaf. Zoe van der Ven neemt de corner. Geen verdedigster in de buurt van de Graaf. En dan kan Feyenoord misschien toch nog een overwinning gaan boeken. Maar PEC Zwolle geeft het niet zomaar op. Hier lijkt niets aan de hand. Maar de scheidsrechter wijst naar de stip. Aanvoerster Kelly Pruim van PEC Zwolle. Naar de grond, maar lijkt toch te struikelen over de eigen benen. Danique Noordman maakt het niet uit. Die benut het buitenkansje voor PEC Zwolle. 1-1. Feyenoord probeert er alles aan te doen om toch het seizoen goed af te sluiten. Maar ook deze poging van Esmee de Graaf helpt niet. Het seizoen van Feyenoord gaat uit als een nachtkaars. Jessica Thorny kan het tij niet keren voor Feyenoord.